Hallo, goedenavond, goedenavond. Ja, we gaan vanavond weer verder met de Bijbelstudie Opwekking. Er staat eigenlijk in het boek ook nog iets anders, hè? In vuur en vlam voor Jezus. Dat staat er ook nog bij. Want onze voorganger die had er vanmiddag over dat wij de eerste liefde mogen hebben in ons hart. Dan ga je voor de Heer helemaal op uit. Want je hebt die eerste liefde, hè? Want als je een man hebt en je bent verliefd, of andersom, dan ben je vol van hem, hè? Dat zei hij ook, onze voorganger, broeder Blauw. En dan ga je er alles voor doen. En dan ga je getuigen van Jezus. Dan ben je vol vuur. En de mensen worden aangesproken door die blijdschap van jou en de glorie in jou. Dat is al een opwekking op zichzelf. Dan komen de mensen ook tot bekering. Nou, en de volgende les vanavond, dat heet: hoe kan de gemeente in een opwekking helpen? Vaak is het zo, in veel gemeenten ligt er een grote last op de schouders van de predikant of voorganger. Deze last is het resultaat van een scheef gegroeid beeld van de taak van een predikant-voorganger. Mensen denken dat hij ver boven de gemeente staat en verantwoordelijk is voor alles. Dus dat wordt dan een zware last voor hem. Om dan alles alleen te moeten doen. En als er geen opwekking komt, dan krijgt hij ook nog de schuld van alles. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat dit zo niet ligt. En dat de gemeente zelf een grote taak heeft. Zonder dit besef van verantwoordelijkheid is er geen opwekking mogelijk. Al in het Oude Testament moest Mozes leren om het volk te betrekken in het dragen van verantwoordelijkheden. Twee voorbeelden. Aaron en Hur moesten naast Mozes gaan staan en hem ondersteunen in de strijd. Zonder hun steun was er geen overwinning. Exodus 17 vers 10 tot en met 13. En dat is ook voor een voorganger hetzelfde. Als hij geen steun krijgt, omdat hij niet alles alleen kan doen, is er ook geen overwinning. Dus wij moeten het samen doen. Mozes moest andere leiders aanstellen om het volk te leiden. Exodus 18, vers 13 tot en met 26. In deze les zullen we de volgende punten behandelen. Dingen die de gemeente niet moet doen. En dingen die de gemeente juist wel moet doen. En wat de gemeente niet moet doen. Een gemeente mag niet passief blijven. En op zichzelf, hè. De gemeente moet duidelijk beseffen dat een voorganger, predikant, niet alleen verantwoordelijk is. Een domineeskerk dus. Dat is een ram. Hij mag nog zo mooi preken, nog zo bewogen zijn, nog zoveel mensen bezoeken enzovoort, maar dat is het niet. Het komt voor dat een predikant zich helemaal geeft in de dienst van God. Maar dat er toch geen opwekking komt omdat de gemeente passief blijft. God is soeverein, hij begint. Dit zien we bijvoorbeeld in Handelingen 2. Er was nog geen gemeente. Het was door God soevereine handelen dat de gemeente ontstond. Maar waar reeds een gemeente is, daar wil hij de gemeente gebruiken. Het is een ram als de gemeente niet wil meewerken. Ze mag niet neutraal blijven. Daarom zijn we zo blij met onze gemeente, want er wordt veel gebeden. Echt hoor. Ik neem een petje voor jullie af en jullie bidden altijd voor de voorganger en zijn vrouw. En hij hoeft niet alles alleen te doen. En ook wat het werk betreft, wat het dienen betreft, hè? Als wij dan naar huis gaan, wordt alles netjes opgeruimd. Iedereen helpt altijd mee. Dat is echt een compliment voor onze gemeente. De gemeente mag de voorganger nooit de schuld geven dat er geen opwekking is. Als de gemeente zelf weigert om mee te werken,
Deze kritische houding is op zich al een belemmering voor een opwekking. Vaak zijn degenen die het minste doen het meest kritisch. Dus als jij jezelf je eigen taak verwaarloost, beschuldig je jezelf. Wanneer de gemeente haar aandeel levert, zal God zijn deel doen. Laat de predikant niet omkomen in de werk terwijl je zelf weigert mee te helpen. Vele predikanten hebben erg ontmoedig, verslagen, leeg of verwond een gemeente verlaten, omdat de gemeente hem en daarmee de Heilige Geest belemmeren. Een gemeente die niet mee wil werken, kan voor de predikant zijn dood betekenen. Terwijl de voorganger strijdt en vecht voor een opwekking, kan de gemeente koud blijven, kritisch zijn, terughoudend zijn, angstig zijn, vasthouden aan oude vormen en tradities. Ja, dat is echt een waarheid. Dat is zo. Dat gebeurt echt hoor. In het land. Dat de voorganger zoveel alleen moet doen. Wees niet verbaasd over of bang voor radicale prediking. Ook niet als je het eigen leven raakt. De gemeente vergeet vaak of wil het niet weten dat een verkondiger alleen verantwoording aan God moet afleggen. In veel gemeenten wordt gesproken over pluriformiteit, waarbij de predikant aan iedereen verantwoording moet afleggen of iedereen naar de zin moet maken. Ja, soms moet een predikant naar de mond spreken van de gemeente. Hij moet dingen zeggen wat de gemeente graag hoort. En als hij dingen zegt die van God komen, dat het ook een vermaning is, dan wil ze niet horen. Maar dat kan natuurlijk niet. Een predikant die moet spreken zoals God door hem heen spreekt. En of het nou een vermaning is of niet, hij moet daarin toch meegaan wat de Heilige Geest hem oplegt. Want anders praat hij naar de mond van een gemeente. En zo werkt dat niet. En dat betekent ook dat er vrees is voor mensen in plaats voor de vrees van de Heer. Christus heeft hun geld niet nodig. Vraag daarom niet aan de predikant of hij zijn prediking wil veranderen om allen te vriend te houden. De predikant moet de vrijheid hebben om te zeggen wat er gezegd moet worden. Want anders komt hij met zijn geweten in de knel. Dit zal zijn vrijmoedigheid, autoriteit en geloof volkomen vernietigen. En neem ook geen deel aan de werken of de gesprekken van hen die zondigen. Zo snel kunnen we hen bevestigen in wat ze doen of hun geweten sussen. Doe ook niet mee aan de gesprekken die de persoonlijke ontdekkende prediking bekritiseren. Wanneer je in het zoeken naar een opwekking naast je voorganger wil gaan staan, laat dan je eigen leven niet in tegenspraak zijn met zijn prediking. Ongelovigen of pasbekeerden die door de prediking geraakt zijn, en als wij dan gaan kletsen, zeg maar, en roddelen, dan zullen ze hierdoor in verwarring raken. Val voorgangers niet lastig met onbenulligheden. Ze worden in de gemeente zo vaak in beslag genomen door onbelangrijke gesprekken of bezoeken. Hun tijd is goud waard, Handelingen 6 vers 1. Ja, dat is waar. Ze hebben altijd zoveel te doen. Dus hun tijd is daarom ook goud waard. In de gemeente worden vaak veel activiteiten georganiseerd met het doel ons te vermaken. Nou, dit is op zich niet verkeerd hoor, als je leuke dingen wil doen. Maar we moeten wel voor ogen houden dat wij eigenlijk moeten getuigen voor de verlorenen. Dat moet wel blijven.
dat het niet alleen maar activiteiten zijn die georganiseerd zijn, maar ook dat we bewogenheid hebben voor de verloren. Amen. De aandacht wordt erdoor afgeleid. Door deze oppervlakkige houding wordt de geest voor opwekking bedroefd. Onderzoek jezelf of er punten zijn die op je eigen leven betrekking hebben. Maak ze tot een gebedspunt. Bid voor de gemeente in relatie tot de hiervoor genoemde 9 punten. En nu gaan we naar het volgende punt, wat de gemeente wel moet doen. Bid voor de voorganger. Zelfs de apostelen vroegen om gebed. Efeziërs 8 vers 18 tot 20. Hij heeft dit nodig voor zich persoonlijk, voor de kracht van de Heilige Geest en in de geestelijke strijd. Gemeente en voorganger zijn samen bij een strijd betrokken. Bovendien toont een biddende gemeente een verlangen naar meer. Gebrek aan gebed geeft aan dat er geen oprecht verlangen naar de zegen van God is. Ja, want bidden is ook spreken tot God, hè, en praten met Hem. Een voorganger weet dat het God verzoeken is om toch een opwekking te verwachten als de gemeente er niet voor bidt. Vaak gaat een voorganger de preekstoel op met een hart dat op springen staat om Gods zegen door te geven. Maar hij weet daarnaast ook dat er geen openheid en verwachting is, omdat de gemeente niet verlangt en niet bidt. Zie met de voorganger uit naar een uitwerking en doorwerking van de prediking. Zie wat God in mensen aan het doen is. Bid dat ze zullen worden aangeraakt. Bezoek deze mensen, nodig hen uit voor een groep enzovoort. Negeer de plannen van de voorganger niet. Hij is aangesteld om een leider te zijn van een gemeente die hem wil volgen. Een gemeente die niets wil, is een blok aan zijn been. Ja, want eigenlijk als wij zo telkens weer bij elkaar komen, is het eigenlijk werken voor God, hè? En hem dienen elke keer weer. Dus we zijn niet voor onszelf, maar voor God en voor elkaar. Om elkaar op te bouwen in het geloof. De gemeente moet betrokken zijn in de gebedsbijeenkomsten. De gemeente moet zich openstellen voor de gaven en bedieningen die God door de Heilige Geest aan de gemeente wil geven. Wanneer de gemeente dit niet doet, bedroeft zij de geest en wordt de geest van de gelovigen passief. Zo wordt het opnieuw een domineeskerk. Dus, wees betrokken in leiderschap, bijvoorbeeld in bijbelstudies, huisgroepen, discipelschap, opbouw van jong gelovigen. Veel opwekkingen ontstaan niet of stoppen doordat er gebrek aan volwassen leiderschap is. Bezoek elkaar, help waar nodig en bemoedig elkaar. Dit is een bewijs dat de liefde en de gezindheid van Christus aanwezig is. In veel gemeenten kennen de leden elkaar niet. Ze lopen allemaal langs elkaar heen. Nou, dan is de dienst voorbij, dan gaan ze naar huis. En de eenzame mensen, die krijgen geen aandacht en die gaat ook teleurgesteld naar huis. Dus we moeten oog voor elkaar hebben in de gemeente. Sta als gemeente open voor veranderingen. Nieuwe wijn heeft nieuwe wijnzakken nodig. Zie op dat moment waar het om gaat en zet tradities op de tweede plaats. Het gaat om de uitbreiding van het Koninkrijk van God en de redding van verlorenen. Geef om de lasten van de gemeente te helpen dragen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Lucas 12 vers 34. Het dienen van Mammon gaat niet samen met het verlangen naar opwekking. Matteüs 6 vers 24. Dus,
Bid voor de predikantvoorganger. Bid voor doorwerking van de prediking. Bid voor nieuwe leiderschap in de gemeente. Liefde in de gemeente, vrijheid in geven van financiën. Nou, tot zover. En ik zou zeggen tot volgende keer.